Doordat de zomers wat langer worden, althans de periode dat het langer warm is in Nederland, is de teek ook langer actief. En nou, je weet dus dat je van de teek een beet zou kunnen krijgen en dat de teek ook de ziekte van Lyme zou kunnen overbrengen. Ik zal niet zo gauw in zo'n strooisellaag, maar dan moet die vochtig zijn, maar niet in een droge strooisellaag. Maar hij zal altijd in een vochtige omgeving zijn. En meestal in grassen of kleine lage struiken, tot zo'n 30, 40 centimeter hoog. Dan zit hij gewoon te wachten dat er iemand langskomt, of een dier of een mens. En dan zal hij zich dan in vastbijten. Ik heb er een keer eentje op mijn been gehad. En dat merkte ik 2 dagen later. Ik had een bobbel op mijn been, dus die was heel dik. Was hij. En hebben we weggehaald. En er is nooit geen last van gehad. Maar het is een beetje link. Ik heb 5 jaar geleden heb ik de ziekte van Lyme gehad, maar ik ben helemaal weer genezen. Dus, Je moet je broek en je sokken doen, dat allemaal. We zijn er heel erg alert op. Elke keer als ik het op de televisie weer zie, dan krijg ik gewoon weer de wabber. Omdat ik weet hoe erg of het kan zijn. Het tekenseizoen is extra vroeg begonnen. Hoe bewust bent u zich daarvan? Het is 30 april. Nou, niet echt bewust nog. Dan moet het al wat warmer worden. Dan word ik er banger van. Je moet er zeker niet bang voor zijn. Je moet alleen maar alert zijn. En dat wil zeggen, dus als je in de natuur geweest bent, dat je even je lichaam controleert. Heb ik een teek, dan verwijder je hem gewoon met zo'n speciale tekenverwijderaar. En dan is de kans dat je de ziekte van Lyme oploopt niet heel.